Sportclub Cambuur had het thuiswedstrijdje in Feyenoord met 2-0 verlen. De Ljouwerters hielden de eerste helft de beste kansen, maar kwamen toch op achterstand door een goal van Lex Immers vlak voor rest. In de 64ste minuut besliste Mitchell tevreden het duel met de 2-0 van Feyenoord. Cambuur stiet nog maar 12 punten op het 15e plak in de Eredivisie.